Een fraaie naam, Maaspoort Trophy 87. Dat was de naam voor dit toernooi. Een toernooi waar heel weinig publiek op af was gekomen. Zo weinig dat je kunt afvragen of er volgend jaar nog wel een tweede editie zal komen. Na de wedstrijden op vrijdag en zaterdag stonden Turijn en Weert bovenaan met elk 4 punten uit 2 wedstrijden. En nu moesten ze tegen elkaar. Aan de ene kant is het sterke Berloni, aan de andere kant de ploeg die het komend basketbalseizoen de revelatie wil zijn van de Nederlandse competitie. Nou, ze begonnen het toernooi in ieder geval goed, want met 92-85 werd Nashua Den Bosch, de thuisspeler van de Maaspoort, over de knie gelegd. Goed, Weert dus mogelijk op weg naar een toernooizegen met mannen als Jelle Esveld en Chris van Dinten. En zeker niet te vergeten, de nieuwe aankoop, guard is dat, Keith Williams, deze man hier nummer 5. Dat is een hele goeie en van hem zullen we de nodige acties laten zien zometeen. Er is nog ruime minuten gaan als de stand 40-45 is voor Berloni. Dit is Danny Roundfield. En dit is Jelle Esveld voor Weert. En let op, dit is dan die kleine Keith Williams. Hij zal een belangrijke rol gaan spelen in deze wedstrijd. Hier scoort hij. En het is een van de laatste scores in de eerste helft die afgesloten wordt met 44-50 achterstand voor Weert. Maar dat is nog alleszins redelijk. Hier weer Williams. Wat gaat hij doen? Hij gaat gewoon buitenom en hij scoort. En dat was nodig ook, want de Italianen zijn toch iets meer ingespeeld. Toch meer dat professionele team. En dan loop je zomaar tegen een grote achterstand op. En die achterstand liep ook uit tot 10 punten. Maar als de Italianen deze fouten maken, ja kijk, dan worden ze meteen afgestraft. Alweer door Williams. En ze willen natuurlijk wel, maar dan moet je, zoals gezegd, wel scoren. Opnieuw Williams en die speelt af naar Tim Harvey. En daar komt het publiek voor natuurlijk, voor dat soort zaken, een echte dunk. Ze komen dichterbij, de achterstand wordt kleiner. En dit is Kees Akerboom. U herkent hem misschien, vroeger speelde die in deze zaal bij Nashua. Danny Roundfield, de man die ooit voor 800.000 gulden onder contract stond. En nu het toch maar doet voor 100.000, daar is hij ook al tevreden mee. Opnieuw Roundfield. Hij scoort niet. Bal wordt afgespeeld naar Williams. Het wordt een eentonig verhaal, maar hij werd echt de man van de avond. En dan is hij natuurlijk heel benieuwd hoe de stand op dat moment is en hoeveel er nog te gaan is. Nou, dat zullen we op de klok gaan zien. Er is nog ruim een minuut te gaan en ze zijn bijgekomen. 83-83. Wie gaat er winnen? Wie wint het toernooi? Nou, het lijkt er veel op dat Berloni dat gaat winnen, want hier scoort Roundfield opnieuw. En dan is het 85-83, nog minder dan een minuut te gaan. En wat rest je dan als ploeg die achter staat? Proberen de tijd vol te spelen tot het laatste moment. En dan die ene 3 punten. Kijk, en dan win je alsnog. Maar als je dan dit doet, zoals Hans Heideman, ja, dat is dan heel vervelend. Dan hebben plotseling die Italianen, die toch al voor stonden, die hebben dan balbezit. En dan hoeven zij alleen nog maar de tijd vol te maken. En dat gebeurt dan ook. Roundfield nog één keer de bal. Bal op zijn voet, maakt niet uit. Want de tijd is om. Vreugde bij de Italianen en verdriet. En troostende woorden voor deze man, Hans Heideman.